Veghel, mijn Veghel. In onze zomerserie Parels in Veghel vertelt Roller Vonk van Heemkundekring Veghel ons over markante gebouwen en plaatsen hier in Veghel. En we beginnen, Rolf, hier bij het Oude Raadhuis, want daar valt nog het een en ander over te vertellen. Jazeker, ga je mee, Hans? We gaan die kant uit. Kijk, ik neem jullie mee naar dit prachtige Oude Raadhuis van Veghel. En hoewel het uit de 19e eeuw dateert, is daar buiten eigenlijk helemaal niks meer van te zien. Want toen in 10 mei 1940 de Duitse troepen binnenvielen, hebben de Nederlandse strijdkrachten de A-brug opgeblazen. En dat ging met zo ontzettend veel geweld dat dit pand zwaar beschadigd raakte. De gemeente kon een jaar lang niet in het pand terecht en in 1941 hebben ze het opnieuw in gebruik genomen. Als je kijkt naar de buitenkant, dan zijn er veel details te zien die wijzen op de verbouwing. Waaronder de grote kantelen met figuren uit het atelier van Jo Uiterwaal. En hier boven de deur zie je timpaan. Het kwam in 1941 in de plek van het klokkentorentje dat nu boven op het dak staat. De timpaan is symbolisch voor de gemeente Veghel. De figuur draagt een wapen met daarop het wapen van Brabant en de heren van Erp. Links zien we liggende figuur met een mand met fruit, een teken van welvaart. En de figuur in het midden tenslotte houdt een toorts omhoog als teken van waakzaamheid en eerlijk bestuur. Het klokkentorentje boven op het dak is in 1975 voorzien van een carillon, een geschenk van de firma van Lee aan alle Veghelaren. Het kan eigenlijk niet toepasselijker. Het schepenzegel, het Sigillum Scabinatus van Veghel op deze plek. Want dit was altijd de plek waar het dorpsbestuur zich heeft afgespeeld. En dit schepenzegel is daar symbool voor. In 1347 splitste Veghel zich af van de schepenbank Sint-Oederode. En dit is het wapen van hertog Jan III. Hij gaf Veghel het recht op een eigen dorpsbestuur. Hier zien we beschermheilige Sint Lambertus. Hij is de beschermheilige van Veghel. En daarnaast tenslotte het wapen van de heren van Erp. Zij hebben jarenlang de heerlijkheden Veghel en Erp in pand gehad. Hier op deze plek stond het raadhuis uit 1781. Een prachtig neoclassicistisch raadhuis opgebouwd uit Naamse stenen. Toen dit pand in 1877 gebouwd werd, was er natuurlijk geen ruimte meer voor een klein, oud vervallen raadhuis. Het werd afgebroken en daarna ging Veghel verder met dit statige gebouw. Bij binnenkomst in de hal valt direct iets op. En wat hier in het trappenhuis natuurlijk het meest opvalt, zijn die prachtige gebrandschilderde ramen uit het atelier van Jos ten Horn. In 1945, direct na de oorlog, zijn ze geplaatst. En ze komen van het atelier van Jos ter Horn. Als je kijkt naar deze gebrandschilderde ramen, dan valt je meteen de symboliek op. Want ze moeten het bestuur, het gemeentebestuur wat hier zetelde, duidelijk maken in wie zijn opdracht ze hier eigenlijk het bestuur mogen uitvoeren. En wat valt er op? De symbolen van geloof, hoop en liefde. En in het midden zien we de maagd met een vredestak, de vredespalm. Daaronder zien we de mand of korf des overvloeds, die staat voor de welvaart van Veghel. Kijk, hier staat het, een spreuk van Joost van de Vondel. De vrije staat luikt op als het volk de wetten eert. Met andere woorden, het komt helemaal goed als iedereen zich aan de wet houdt. Ook oude schilderijen sieren de wanden van het Oude Raadhuis. En hier sta ik bij het schilderij van koningin Juliana. Dit schilderij werd in 1955 door de industriëlen van Veghel geschonken aan het gemeentebestuur. Want na de oorlog was het voor de industrie belangrijk dat Veghel zich zou blijven doorontwikkelen tot regionaal werkgelegenheidscentrum. In de gang hangt het schilderij van burgemeester Victor de Kuyper, een van de langzittende burgemeesters van Veghel en Erp. En hij was de grote animator achter de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Dus hij verdient hier dit ereplekje. En burgemeester de Kuyper had nog een ereplekje in het Oude Raadhuis. En hier in deze kamer, met uitzicht op de markt en op de hoofdstraat, zat natuurlijk de burgemeester. Moet je je voorstellen, met zo'n prachtige schouw. En ik zat net in die heerlijke troon in de burgemeesterskamer. Maar dit is pas een echte burgemeesterstoel. Want dit was de stoel van burgemeester Van Lith. Nou, ik kan me voorstellen dat het best comfortabel werken was.
Boven is de raadzaal waar het een en ander over te vertellen is. Dit is de voormalige raadzaal die nu in gebruik is als evenementenzaal en trouwzaal. En je ziet hier een prachtig 19e eeuw stucplafond dat al een aantal keren keurig gerestaureerd is met echt bladgoud. En ondanks dat deze ruimte nog heel veel mooie oude details heeft, is ook deze ruimte na de oorlog flink verbouwd. Kijk maar eens naar dit fantastische plafond wat je hier ziet. Stukwerk, zorgvuldig gerestaureerd met bladgoud. En dit is het meest authentieke stuk van het gemeentehuis uit de 19e eeuw. Waar de rest van het pand in de oorlog en na de oorlog rigoureus verbouwd is en eigenlijk compleet van gedaante veranderd, is dit eigenlijk nog het beste voorbeeld zoals het ooit oorspronkelijk was. En hier in deze raadzaal zaten natuurlijk telkens alle raadsleden samen. En zij moesten heel goed snappen wat er belangrijk was bij het besturen van een gemeente als Veghel. Dat werd uitgebeeld in de ramen. Rechtvaardigheid, wijsheid en waakzaamheid. Bij de restauratie van het pand in de jaren 40 en in de jaren 60 is een groot deel van de oorspronkelijke interieurs verdwenen. Maar deze twee schilderijen, of fotolijsten, van koningin Emma en koning Willem III, horen nog bij het oorspronkelijke interieur. De ruimte van de huidige kinderbibliotheek had vroeger een heel andere bestemming. Ooit was dit de kantonrechtbank. De kantonrechtbank voor de Middenmeierij. Dus ook mensen uit Schijndel, Sint-Oedrode, Erp, maakt niet uit. Iedereen die een overtreding had begaan, bijvoorbeeld een verkeersovertreding, werd hier door de kantonrechter berecht. En dat was wel heel bijzonder, want dat werd altijd op dezelfde dag gedaan als de donderdagse weekmarkt. En hoe zag dat er dan uit? Nou, als het vonnis werd uitgesproken, dan stonden hier de ramen open, zodat de mensen op de markt konden meeluisteren. Oké, kun je jezelf voorstellen dat de mensen die buiten op de markt stonden hier precies konden horen wat er in de rechtszaal werd gezegd? Op donderdag had je niet alleen de rechtszaken in dit gebouw, maar ook nog iets veel belangrijkers. De donderdagse botermarkt. Hier kwamen de boerinnen binnen met hun mandenboter onder de arm om ze vervolgens op deze waag te laten wegen. Alle boter moest gewogen worden voor die mocht worden verkocht. Dit is ook de enige ruimte hier met zo'n prachtig gewerfd plafond, want die waag moest natuurlijk wel flink wat gewicht kunnen dragen. Hierboven werd tegelijkertijd het archief aangelegd, want die zware archiefkasten met het gemeentearchief van Veghel pasten perfect op zo'n stevig plafond. Ja, en jullie hadden natuurlijk wel in de gaten dat die weegschaal boven niet compleet was. Nou, hier staan ze dus. Die zware gewichten die er allemaal opgeplaatst konden worden om te bekijken hoe zwaar het allemaal was. De goederen die verkocht moesten worden. Nou, wie wat bewaart, die heeft wat. Zelfs de oude weegschalen staan hier nog beneden in het depot. En tot zover aflevering 1 van Parels in Veghel. Rolf, waar gaan we de volgende keer naartoe? Volgende keer neem ik jullie mee naar de Hoofdstraat. De straat van Veghel. En dan ga ik jullie van alles vertellen over de boeiende geschiedenis van een aantal huizen in die straat.